Het idee van de boekenplank is dat ik iedere week een schrijver of boek uitkies dat mij heeft geraakt of geïnspireerd en daar een minuut of 5 of 10 over ga spreken om zo in die weerwar van schrijvers en ruggen en kaften en banden wat richting aan te brengen van waar je zou kunnen beginnen met lezen. Vandaag gaan we het hebben over een van de grootste filosofen ooit, Peter Sloterdijk. Sloterdijk, Nederlandse vader, vandaar ook zijn achternaam, is een Duits filosoof. Ik heb tot mijn 25e ook gedacht of gehoopt, denk ik, dat hij een Nederlander was. Ik denk echt dat hij een van de grootste denkers is van de eeuw, maar voor mij echt sinds Plato. In Nederland wordt hij nogal verguisd, omdat Nederlandse filosofen die wantrouwen iedereen die ook maar enige mooie zin kan schrijven of die een beetje sierlijkheid heeft. Maar ik denk echt dat hij een van de grootste is. Hij heeft een ontzettend veel werk al geschreven. Hij blijft ook maar produceren. Hoe hij het doet, dat weet ik niet. En alles in mooie barokke zinnen. Ik kan me op heel veel van hem richten, maar ik denk dat ik toch even naar de kern moet gaan. Want zoveel tijd is er niet. Zijn belangrijkste werk is Sferen en Schuim. Dus die twee liggen hier, het blauwe boek en het witte boek. Dat is eigenlijk zijn magnum opus, zijn belangrijkste werken. Alles daarna en daarvoor zijn mooie essays over media, over Adam Smith, over Ayn Rand, nou, noem maar op. Maar in deze boeken zet hij echt de kern uiteen. De vraag die hij zich stelt is niet wie is de mens, maar waar is de mens? Hij zegt dat is de vraag die we moeten stellen. De mens is een woningbouwend wezen, als het ware. En we moeten weten waar die is, wat is die aan het bouwen. Hij begint met een soort metafoor van in den beginnen zitten we in de baarmoeder, geborgen, veilig, warm, gevoed door onze moeder. En dan worden we geboren en het eerste wat het kind doet is huilen. Sloterdijk zegt dat is het symbool van het getraumatiseerde kind dat van een veilig binnen in een angstaanjagend buiten wordt geworpen. En zo zegt hij, ons hele leven proberen we niets anders te doen dan die baarmoeder als het ware te herbouwen. Dat doen we door middel van relaties, dat doen we door middel van huizen, dat doen we door middel van steden, natiestaten. Uiteindelijk zelfs, zo zegt hij, was het hele idee van God was ook om een baarmoeder te creëren. Zoals Nancy zegt, een andere filosoof zegt, doordat God buiten was, kon onze wereld een binnen zijn. En met dat we God hebben opgegeven, zijn wij zelf tot een buiten geworden. De Sloterdijk zegt, en dat is wat hij bedoelt met sfeer, hij zegt, we zijn eigenlijk continu bezig met het bouwen van immunologische sferen. Een sfeer is dus een ruimte waarin je jezelf beschermd weet, waarin je intimiteit ervaart, waarin je jezelf afgescheiden weet van het buiten. Hij zegt echt, de hele geschiedenis vanaf de Grieken tot aan nu is niets anders dan de geschiedenis van sferen. Het gaat bij hem ook over globalisering. Dus hij maakt een onderscheid van drie. Hij heeft het over kosmologische sferen. Hij heeft het over aardse sferen. En hij heeft het over persoonlijke sferen. Dat zijn eigenlijk drie vormen van immunologie waar we aan werken. Nou, de eerste is, hij zegt dat de Grieken die waren al bezig met het idee dat bijvoorbeeld de aarde perfect rond was. En dat we ook omhuld werden door een perfect systeem. En we hoefden maar naar buiten te kijken om dat systeem te ontdekken. Maar we waren eigenlijk continu binnen. Nou, hij zegt dat de weg van moderniteit is eigenlijk een weg van het kapotmaken van de beschermende sferen. Dus tot aan 1492 heeft Europa altijd aan het centrum gelegen, in het centrum van zo'n sfeer, in het centrum van zo'n baarmoeder als het ware. En wij waren binnen, God was buiten en het was allemaal veilig en we waren omringd door intieme dekens als het ware. In 1492 dan gaat Columbus ontdekt dan Amerika. Dan moet je vragen wat dat dus betekent. Dat is natuurlijk voor ons absurd, die gedachte. Maar dat is Europa, wat altijd dacht dat het in het centrum van de schepping van God lag, dat het hierom ging, dat wij kinderen van God waren, met elkaar in Europa, dat die opeens een ander werelddeel ontdekken. Andere mensen, Native Americans, andere religie, andere gewoontes, ander uiterlijk, andere tradities. Dat moet zoiets groots geweest zijn, dat het opeens blijkt dat we dus niet meer dat wij niet het centrum zijn. Ja, dat is de aardse globalisering, zegt Sloterdijk. De globalisering is de aarde tot de globe maken, dat is de aarde de wereld overvaren. Kenbaar maken, maar ook opslaan in een mooie landkaart. Hè? En alles wordt beheersbaar. En dan vervolgens komt het tweede punt, ook voor die late, midden, vroegmoderne mens. Namelijk dat Copernicus ontdekt dat het niet is dat de zon niet om de aarde draait, maar dat de aarde om de zon draait. En natuurlijk weten we het allemaal nu wel, maar volgens mij is dat toch ook niet zo. Want ik weet bij mezelf nog steeds, als ik kijk naar de zon die ondergaat,
zonsondergang, zegt het al, of de zon die opkomt, dan hebben we nog steeds die oude taal, die taal van de middeleeuwen. Voor mijn ervaring is het in ieder geval zo, ik denk voor de meeste mensen, we weten ergens wel dat het niet de zon is die komt en gaat, maar dat wij het zijn die draaien. Maar het hele primitieve, intuïtieve gevoel is nog steeds dat het de zon is die komt en gaat en dat wij gewoon stilstaan. Moet je eens nagaan voor die mensen in die tijd, 15e, 16e eeuw zitten nu, die enerzijds ontdekken dat zij niet meer het centrum zijn van de aarde. En anderzijds ontdekken dat zij niet meer het centrum zijn van het heelal. Nou, Sloterdijk zegt dat dit is een traumatische gebeurtenis voor de westerse mensen die zijn weerga niet kent. En waar we ook nog steeds niet van hersteld zijn. En hij zegt en dat zijn we eigenlijk we zijn daarin door blijven gaan. We kunnen daar niet meer mee stoppen. Dus het hele idee dat de mens zich in intimiteiten begeeft, dat is gewoon helemaal verdwenen. En dat zien we nu natuurlijk ook met bijvoorbeeld de gemeenschap wordt ondermijnd, de natiestaat wordt ondermijnd, alles wordt steeds groter. Met dat we nu in een situatie zitten dat echt de individuen helemaal geen intimiteit meer ervaren, geen baarmoederlijk gevoel meer kennen. Maar dat ze zichzelf in een wereld geworpen zien, alleen, eenzaam, tegenover systemen die ze niet begrijpen en dat ze nergens meer de intimiteit kunnen voelen. Dat is denk ik ook waarom veel mensen nog graag de kerk binnenlopen. Ook al zijn ze seculier, ook al hebben ze niks met die God. Als ze een kerk inlopen met die glas in loodramen, hoe de zon er doorheen valt. Misschien kaarsen die branden, de geur van wierook. Dan voelen ze volgens mij, zoals het bij mij gegaan, even wat het betekent om in een soort sfeer te zijn die ons beschermt. Die zegt, je bent niet alleen, je bent niet buiten. Nou, dat hele werk van Sloterdijk, dus dat boek Sferen en Schuim, dat gaat daarover. Dat gaat over de vraag, wat betekent dat dan? Hè? Hij zegt, Adam en God hadden samen al echt een sfeer. Die waren samen in een diade, noemt hij dat, een tweepaar. Hij zegt, maar dat kan ook niet. Die wordt altijd uit elkaar getrokken. Dan komt Eva erbij. Dan wordt Adam en Eva uit het paradijs gegooid. En daar begint hij al onder spanning te staan. Dus die immunologische sferen van bijvoorbeeld God en Adam of God en de mens, die zijn altijd heel fragiel geweest. Die zijn altijd heel erg, ja, was het nou wel intiem, was het niet. God was heel ver weg, maar kon ook weer heel dichtbij zijn. Bijvoorbeeld bij Augustinus zien we heel erg de intieme God, de God die dichtbij is, de vaderlijke God die ons omhult en die ons beschermt. En door de hele geschiedenis heen, vanaf de Grieken tot aan nu, en hij haalt de kunsten erbij, hij haalt poëzie erbij, hij haalt literatuur erbij, onderzoekt Sloterdijk slechts die vraag van wat betekent het dat we sfeerbouwende wezens zijn, die verlangen naar intieme ruimtes, in een wereld die door technologie en vooruitgang continu zichzelf aan het ondermijnen is. En dat is zijn zoektocht. Ik denk echt, ja, sferen, het is volgens mij zo'n 1400 bladzijden. Ik heb gelukkig mijn bachelor en mijn masterscriptie erover geschreven, dus ik mocht daardoor, moest ik alles wel lezen, daar ben ik heel blij mee, maar ik weet ook dat mensen daar niet altijd tijd voor hebben. Ik denk dat het daarom leuk is dat ik heb een ander boekje, nog steeds een boek, dat is een soort, dat komt voort uit het boek Sferen. Dat heet Het Kristalpaleis. En dat gaat eigenlijk over één punt en dat is de filosofie van de aardse globalisering. Dus wat de Grieken doen, dat komt even aan bod. Hè. De kosmologische globalisering komt even aan bod. De intieme globalisering, of de intieme situatie ook een beetje van de sferen. Maar in dit boek richt Sloterdijk zich echt op die aardse globalisering. Wat betekent het nou dat we in 1492 een ander werelddeel hebben ontdekt? Wat betekent het, ook Copernicus neemt hij mee. En wat betekent dat we echt continu die aarde meer zijn gaan toe-eigenen? Totdat het gewoon als een soort globe op de hoek van onze kamer konden neerzetten. Dus die ondoordringbare aarde, met de meren die niet over te varen vielen, met bossen, met nou noem maar op, is uiteindelijk zo klein geworden, dat ik laatst zag zelfs bij iemand die had een kleine globe aan zijn sleutelhanger hangen. En dat is voor ons natuurlijk volkomen normaal, maar Hannah Arendt laat bijvoorbeeld ook zien hoe absurd dat is. Dat de mens die zich altijd in een wereld bevond, een wereld van betekenisgeving, een wereld van innerlijkheid, van wereldbinnenruimtes, zo noemt Sloterdijk het. Die hele wereld is overgevaren, heel, heel klein heeft gemaakt en hem gewoon in zijn huiskamer kan zetten. Nou, eigenlijk heel filosofen, Hannah Arendt, Heidegger, Sloterdijk, Nancy, die zeggen daar gaat iets mis. Want op dat moment kan de mens niet meer in de wereld zijn, maar is hij alleen nog maar tot de wereld. Hij kan zichzelf niet meer in die wereld van betekenissen geworpen zien. Hij is continu degene die de betekenis moet geven aan die wereld, die de basis geworden over die wereld. Heidegger zegt ergens, de mens is het referentiepunt van alle zijnde geworden. Dus we worden niet meer opgenomen in die binnenruimte, maar we moeten hem zelf creëren. Nou, bij Descartes is dat een beetje gebeurd en dat ging nog wel aardig. Maar volgens zijn we technologie de hele wereld gaan volzetten. Want de mens kan niet stilstaan, zegt Nancy ook. De mens moet in beweging zijn, die moet
of het nou de ruimte is, de Amerikaanse frontier, de mens, die moet verder. Nou, dat begon dus bij, dat was dus bij de globalisering. Die is volbracht, zeggen zowel Sloterdijk als Nancy. Die globalisering, de wereld is tot een globe geworden. We hebben hem onder controle gekregen. Maar omdat wij niet stil kunnen staan, zegt Nancy, gaan we alleen maar innoveren. Omdat we moeten maar bezig zijn, we moeten maar vooruit, we moeten nieuwe dingen ontdekken. Nou, en daarin zeggen Sloterdijk, Nancy en heel veel filosofen, en het is een soort conservatief idee, maar daarin zeggen zij, dat ondermijnt dus eigenlijk de essentie van wat de mens verlangt, namelijk zich in een wereld binnenruimte begeven. Zich in die baarmoeder begeven. En alle taal, alle gebouwen, hè, dat kun je bijvoorbeeld ook zien in architectuur. Als je in Amsterdam loopt, die hele architectuur is erop gericht om je, als het ware, te omhelzen. Hè, je kunt in gesprek gaan met de details in de gebouwen. Je bent samen in de stad. Nou, als je dan bijvoorbeeld in Rotterdam kijkt, dat is met die gebouwen heb je geen relatie. Die gebouwen die omhelzen je niet, maar die verdrukken je, als het ware. Je kunt er geen contact mee maken. Dus Rotterdam heeft ook niet de intimiteit die bijvoorbeeld Sevilla heeft, of Amsterdam of alle oude steden. Dus dat is denk ik het conflict. Dat is ook het Sloterdijk is conservatief, maar nooit helemaal te vangen als conservatief, maar hij is het wel. Dat is denk ik ook zijn conservatieve kritiek van die modernisten, die zeggen alle immuniteitssystemen, alle intimiteitssferen, alle baarmoeders, dat zijn ze gewoon volkomen kapot aan het maken, totdat er niets over is dan een mens die alleen staat. En wat moet die mens dan? Dat is de vraag die Welbeck stelt in zijn oeuvre. We hebben de mens zo kaal gemaakt, we hebben al zijn taal, vocabulaire, we hebben alles weggehaald, dat we alleen nog de mens hebben tegenover de markt, de staat, de media. En nergens kan de mens zich nog een soort geborgen weten. Nou, volgens mij is dat ook het conservatisme, denk ik ook, in ieder geval het moderne conservatisme, of in ieder geval de kritiek ook van ons, van het Renaissance Instituut, maar ook van Forum, is over dat besef dat de mens een wezen is dat klein is, dat zich geborgen moet weten in de gemeenschap, in het huis, in de stad, in de natiestaat. En dat overhoop is gehaald. En hoe krijgen we dat nou terug? Ik denk zelfs, en dat is ook Sloterdijk, maar dat is ook bijvoorbeeld Martin Buber, wat zij zeggen, dat die twee dingen altijd gelijktijdig spelen. Een hyperindividualisme en een hypercollectivisme. Dus Martin Buber zegt bijvoorbeeld, eerst heb je het individualisme, dat zegt we gaan dit en dit bereiken. Dat kun je in eentje. Dan blijkt dat niet gebeurt en van de weeromstuit gaat de mens radicaal in zich een collectivisme begeven. Sloterdijk noemt dat het Jonas-complex. Of Jona-complex, sorry. He, van de Bijbel, Jona die zich verstopt in de walvis. Nou, als je kijkt naar de rellen die nu gaande zijn, dat is ook dit. Dat individualisme heeft niet gebracht wat we dachten dat het zou brengen. Maar die hele taal van geborgenheid, van gemeenschap, van schoonheid, van esthetiek, van architectuur, is helemaal verdwenen. En het enige wat er nog over is jezelf wegcijferen. Doen alsof jij dit niet te doet. En jezelf deelmaken van een groter collectief. Want daar kun je nog het gevoel hebben dat je niet alleen bent. Dat je geborgen bent. Maar wat zij dan weer niet begrepen, dat is het collectivisme, is dat het gaat ook om het individu. Ja, dat zegt Sloterdijk ook. Het individu moet zich geborgen weten. Dus die hele taal van het conservatisme van de gemeenschap is verdwenen. Dus continu gaan we nu van hyperindividualisme en hypercollectivisme. En nergens kunnen we ons nog thuis voelen, als het ware, omdat dat thuis opgegeven is. Nou, dit is echt in een heel... Ja, het is echt in de schaduw van de schaduw van de schaduw wat Sloterdijk te zeggen heeft. Het is echt een van de grootste denkers van onze tijd. Het is... Ik kan er helaas geen recht aan doen. Het is ook zo subtiel en complex en hij haalt zoveel erbij. Maar wat ik heel verfrissend aan hem vind, is dat hij eigenlijk snapt waar het om gaat, om die geborgenheid. Maar hij gaat niet zoals sommige conservatieven, dat hij zegt, je moet in de bossen gaan wonen en op vossenjacht gaan doen. Een soort high-class bosconservatisme. Nee, hij neemt het serieus. Hij zegt van, ja, maar die wereld is anders geworden. Daar gaat schuim ook over. Schuim is een metafoor van de moderne wereld, van de individuen die even samenkomen, dan weer uit elkaar gaan. Hij zegt, die oude wereld is nu helemaal voorbij, maar wat een tragedie is dat. Wat een tragedie dat die geborgenheid verdwenen is. Wat een tragedie dat gevoel van een binnen zijn, vanaf Plato tot aan Columbus, wat ons bepaalt, is dat verdwenen is. En sindsdien is de mens verdwaald. Hij zegt, sindsdien staat de mens in onmetelijke afgronden. Sindsdien weten mensen het niet meer. Nietzsche beschreef dat, Sloterdijk beschreef dat. Nancy, onwijs een Franse postmoderne filosoof, erger krijgen ze niet. Maar die beschrijft dat ook, want het is een thema dat speelt. Nou, ik denk, als daar een soort besef van moet komen, of als je daarmee wilt beginnen, als je iets wil weten wat dat betekent en hoe dat misschien zou komen, dan is het Kristalpaleis van Sloterdijk, denk ik, echt gewoon het leukste boek om mee te beginnen, omdat het is zo ontzettend mooi geschreven. Het zwiert en het zingt en het is zo goed doordacht. En daarna, als dit dan gelukt is, dan kun je jezelf ook wagen aan sferen, want dat is, denk ik, in het kader zijn en tijd van Heidegger...
de staat van Plato. Ik denk dat sfeer echt een van de filosofieboeken is voor de eeuwigheid. Maar eerst het Kristal op een lijst van Peter Sloterdijk. Nou, ik heb nu een aantal keer gezegd dat Sloterdijk bij far de filosoof is die het mooiste schrijft. Dat is ook gewoon echt zo. En Nederlandse filosofen begrijpen dat niet, helaas. Daar moet er gewoon iets voor gelezen worden. Ik denk dat het ook echt het is fantastisch. Daarmee begint voor de aardglobe. Daar gaat dus dit boek over, maar ook dit stukje over. Wat is die aardglobe? Dus dat is de globe van de aarde. Dit typografische wonderwerk dat de moderne mensen meer dan welk ander beeld ook over hun positie informeert. Een glansrijk succesverhaal dat zich over een periode van meer dan 500 jaar uitstrekt. Zijn monopolie op het gebied van totaaloverzichten van het aardoppervlak, dat hij met de grote kaarten en planisferen deelde, werd pas in het laatste kwart van de 20e eeuw door de satellietfoto's doorbroken. In de eeuwen van zijn alleenheerschappij is de aardglobe niet alleen het belangrijkste medium van de nieuwe gehomogeniseerde plaatsbepaling. Hij is niet alleen een onmisbaar wereldbeschouwingsinstrument in de handen van allen die in de oude wereld en haar dependances macht en kennis hebben vergaard. Doordat de kaarten voortdurend worden vernieuwd, schrijft hij het verslag van het permanente offensief van de ontdekkingen, veroveringen, exploraties en naamgevingen waarmee de oprukkende Europeanen zich zowel te land als ter zee in de universele ruimte vestigen. Decennium na decennium documenteren de Europese globes en kaarten de stand van het proces dat later door Martin Heidegger al dus onder woorden werd gebracht. Het wezen van de moderne tijd is de verovering van de wereld als beeld. Het woord beeld betekent nu het product van het voorstellende voortbrengen. Zoals ik kort zei, ook met Hannah Arendt, van de aarde die tot een globe aan de sleutelhanger is geworden. Wat in de massamedia eind 20e en begin 21e eeuw luidkeels als globalisering werd en wordt aangeprezen, als was het iets nieuws dat ons pas sinds kort overvallen heeft, is vanuit dit perspectief bezien een laat en oneigenlijk moment in een proces waarvan de werkelijke dimensies pas zichtbaar worden, als men de moderniteit consequent opvat als de overgang van de meditatieve bolspeculatie naar de praktijk van de bolbeheersing. Dus van de Grieken naar de wereldvaart. Daarbij dient men wel te bedenken dat bij de continentale Europeanen pas in de 20e eeuw aan de agonie van de meegesleepte Ptolemeïsche wereldbeschouwing een einde komt. Nu moeten zij als het ware op het allerlaatste moment inhalen wat ze 500 jaar lang niet wilden inzien. Dat in principe elke plek op een onvaarbare bol ook vanuit de grootste verte door transacties van tegenspelers schade kan worden toegebracht. Wat de aardse globalisering betekent, openbaart zich als men er de geschiedenis van een ruimtepolitieke veruitwendiging in herkent, die voor de winnaars noodzakelijk, voor de verliezers onverdraaglijk, voor allen tenzamen echter onvermijdelijk lijkt te zijn. Ja, en dit is echt fantastisch. De latente metafysische boodschap van de aardglobe aan zijn gebruikers, dus gewoon wat de aarde tegen de mensen zegt, luidde van meet af aan dat alle wezens die zijn oppervlakte bevolken in absolute zin buiten zijn. Ook al proberen ze nog steeds geborgenheid te zoeken in paren, woningen en collectieve symboolomhulsels, systeemtheoretici zouden zeggen, in vormen van communicatie. Zolang de denkers, geconfronteerd met de open hemel, de kosmos nog als een gewelf konden zien, onmetelijk maar gesloten, dus wat ik zei met Nancy, God is buiten, daardoor bevinden wij ons in een binnen, liepen ze niet het gevaar in de uitwendigheid kou te vatten. Nog was hun wereld het huis dat niets verliest. Maar sinds ze de planeet, de dwaalster die planten, dieren en culturen draagt omvaren hebben, gaapt er boven hen, boven de mensen, een afgrond. Zodat ze als omhoog kijken in een bodemloos buitenstaren. Een tweede afgrond wordt gevormd door de vreemde culturen die na de etnologische verlichting aantonen dat op een andere plaats alles ook heel anders kan zijn. Het is allemaal toevallig. Wat wij voor de eeuwige orde der dingen hielden, is alleen maar een lokale betekenissamenhang waardoor we gedragen worden. Laat die achter en je zult zien dat er ook iets heel anders geconstrueerde ordeningsvlotten op de chaos drijven. Beide afgronden, zowel de kosmologische als de etnologische, confronteren de beschouwers met de toevalligheid van hun bestaan. Samen maken ze duidelijk dat het niet het verlies van het midden is dat de immunologische catastrofe van de moderniteit heeft veroorzaakt, maar het verlies van de periferie. Dus wat ik ook al zei, om het verlies van het buiten. Het buiten maakt het binnen binnen, periferie maakt het centrum het centrum. Door de opheffing van de periferie is het centrum geen centrum meer. De uiterste grenzen zijn niet meer wat ze eens leken te zijn. Het houvast dat ze boden was een illusie die we zelf hebben gecreëerd. De bekendmaking van dit verlies, technisch gesproken de deontologisering van de vaste randen, is het disangelie
dus in plaats van evangelie, disangelie, het slechte nieuws, van de moderniteit dat zich tegelijk met het evangelie van de ontdekking van nieuwe kansen en nieuwe ruimte verspreidt. Een van de kenmerken van dit tijdperk is dat het goede nieuws door het slechte gedragen wordt. Hier is in feite alles samengevat van wat ik net heb verteld, maar dan op een veel mooiere manier. Peter Sloterdijk, het Kristalpaleis.